Dank u wel, meneer de voorzitter, collega's, minister, staatssecretaris. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Het is een hele eer om quasi 50%, nee, dat zou het zijn moest de regering iets kleiner zijn, maar toch om een substantieel aandeel van deze regering te mogen toespreken in dit spetterende, enthousiasmerende debat rond een zo belangrijk thema, sociale politiek in brede zin. Ik denk als we vandaag op dit uur een reeks actuele vragen hadden gehad, dat heel wat collega's hadden stilgestaan bij de gebeurtenissen bij Bekaert. Er zijn 100 mensen die vandaag hun baan verliezen. Een flinke klap voor ons economisch en ons industrieel weefsel. En voor die gezinnen in kwestie een sociaal drama. En ik denk dat gebeurtenissen zoals bij Bekaert ons moeten aanzetten om dit debat met nog meer overtuiging en met nog meer inspiratie aan te gaan. Mevrouw de minister, ik zal mij eerder focussen op de beleidsnota van mevrouw de Koning. Collega Bonten heeft mij nogal selectief geciteerd bij het begin van dit debat. Hij heeft enkel de eerste zin van mijn inschatting van deze beleidsnota geciteerd uit het verslag. Dat was een beetje partieel. U hebt ook mogen merken in de commissie dat wij uw werk als minister van Werk een klein beetje onevenwichtig vinden. En laat ons zeggen, ook wat symptomatisch voor het beleid van deze regering. En ik zal dat proberen met een aantal voorstellen, suggesties en toelichtingen te verduidelijken. Maar misschien van start gaan met drie anekdotes die dat misschien nog sterker kunnen duidelijk maken dan ja, concrete suggesties of wetsvoorstellen die de revue moeten passeren. En de eerste is een uitspraak van collega Brakke tijdens zijn persconferentie als kandidaat burgemeester voor Gent. We mogen het de Gentenaars bewaren. Hè? Maar toch, hij zei van kijk, ik wil in deze stad een sociaal beleid uitbouwen à la Monica de Koning. Dat is ondertussen, hij heeft dat gezegd mevrouw de Koning, hè? Dat is... Hij heeft, denk ik, alleen mevrouw de Koning genoemd. En ik denk dat er al sociaaldemocraten, voor minder hebben wakker gelegen, mevrouw de Koning. En u moet zich, denk ik, zorgen beginnen maken als het etiket à la Monica de Koning, sociaal beleid à la Monica de Koning, worden gehanteerd door mensen zoals collega Brakke. Collega Brakke die niet meer Valère de Scherp is en niet meer schrijft voor het Socialistisch Partijblad, maar ondertussen een rechtse conservatieve politicus is die wil besparen op sociale voorzieningen. Anekdote nummer 1. Anekdote nummer 2. Het is wel gek dat zulke politicien opmerkingen meer losmaken dan een aantal goede suggesties van mijn collega's. Het is ook een barometer. Het was eigenlijk een test voor dit assemblée. Tweede anekdote, mevrouw de Koning. Een uitspraak. Er is wel wat beroering geweest over uw interview in, ik denk, La Libre of Le Soir La Libre. Er is wat beroering geweest. Een uitspraak die niet is uitvergroot, maar die ik wel heel erg frappant vond. In dat interview was, werk geeft identiteit. En met het risico om in een ideologisch, zelfs filosofisch debat terecht te komen, zou ik daar toch iets willen over zeggen. Natuurlijk ontkent onze fractie niet dat de werkstelling een belangrijke bron van emancipatie is. Dat het hebben van een baan een vorm van zingeving is. Dat mensen perspectief geeft. Maar ik vind die uitspraak een beetje symptomatisch voor een politiek waar u voor staat van werk, werk, werk. Een hyperproductivistische logica die u toch wel hanteert. Onze burgers zijn niet alleen werknemers, zijn niet alleen een onderdeel van een productie- en consumptiecyclus, maar zijn ook ouders, zijn vrijwilligers, zijn tantes, zijn onkels, zijn jongeren en zijn ouderen. En dat perspectief, die invalshoek mis ik een beetje in uw beleid als minister van Werk. Anekdote 3. Collega Magnet, ik moet zeggen, ik heb collega Magnet vaak bekend als minister van Energie, maar ik moet zeggen, zijn analyses spreken mij meer en meer aan. En hij lijkt meer en meer het sociaal geweten te worden van deze regering. Zie eerder de uitspraken over de eenzijdige besparingspolitiek van Europa, maar ook over uw beleid.
waarin hij u uitnodigt, ik denk op de Franstalige televisieplatforms. Mevrouw De Koning is nogal eenzijdig. En ik zal haar eens uitnodigen naar regio's in dit land waar de banen niet aan de bomen groeien. Geen uitspraak van Christophe Calvo van de Ecolo-Groen-fractie, maar van een collega in uw regering. Drie anekdotes om toch al een stuk in te leiden waarom wij uw werk als minister voor een heel erg belangrijk thema eenzijdig vinden. En u bent goed vertrokken. U hebt een stevige start gemaakt als minister. Er zijn ministers, ook hier vandaag aanwezig, die wat aarzelen, die krantenkoppen nodig hebben om beleidsplannen en intenties te formuleren. U weet heel goed waar u naartoe wil, maar sta mij toe om daar als ecologist, als iemand die sociale rechtvaardigheid belangrijk vindt, daar toch een groot probleem mee te hebben met een aantal pistes die u bewandelt. Een aantal goede maatregelen. Ik verwijs ook naar de plannen die u hebt gemaakt rond oude werknemers, leeftijdspyramide, pesten op het werk, loongelijkheid man en vrouw. Dat zijn goede zaken, maar toch, er is een onevenwicht binnengekropen in uw beleid. Vier aandachtspunten dat ik nog graag vooruit zou willen schuiven is 1. Sociaal overleg. Het is een open deur intrappen als ik zeg van kijk, dat sociaal overleg dat heeft een dieptepunt bereikt, dat zit niet goed. Ik zou u willen oproepen om daar echt in te investeren. En om bijvoorbeeld in een belangrijk dossier, u doet dat mevrouw De Koning, ik zal zeggen ik heb bijna dagelijks contact met sociale partners. Inderdaad, u hebt een andere aanpak dan collega van Quickenborne, die er genoegen uitschept om het conflict te hebben met de sociale partners. Genoegen inscheppen. Dank u wel, meneer Van Quickenborne, om mij het nodige taaladvies te verschaffen. Maar ik zou zeggen, het is meer dan nodig sociale partners voor uw specifiek domein uit op het kabinet. Nee, investeer echt in een klimaat van sociaal overleg. Dat sociale overleg heeft heel wat verdiensten gehad en verdient de nodige zuurstof. Neem bijvoorbeeld dat belangrijk dossier van het eenheidsstatuut, neem dat volop in handen en probeer daar sociale partners, hoe moeilijk dat ook is, ik weet dat mevrouw de minister, toch samen te brengen. En daar uw rol als bruggenbouwer volop te spelen. In dezelfde sferen breng de sociale partners, zie het wetsvoorstel van Ecolo Groen, ook rond andere thema's, ook rond andere aspecten van competitiviteit rond de tafel. U weet dat. Onze fractie stelt voor dat de sociale partners in het kader van een alliantie werk en milieu, zoals bijvoorbeeld het Waals gewest dat gedaan heeft, zoals bijvoorbeeld Duitsland dat gedaan heeft, zich bijvoorbeeld buigt over het energiegebruik en het grondstoffengebruik in ons land. Een sociaal overleg 2.0, 2.groen. Tweede aandachtspunt, interimarbeid. We hebben de collega's in de Commissie Sociale Zaken hebben het akkoord in de Nationale Arbeidsraad mogen ontvangen. Ik denk gisteravond is dat in onze mailbox terechtgekomen. Mijn vraag is een beetje, hoe gaat u daarmee omspringen, mevrouw De Koning? Zal u dat op korte termijn implementeren of zegt u, ik doe daar nog iets extra en ik kijk bijvoorbeeld naar de wetsvoorstellen van collega Verkamer, collega Bonte, collega Kittier en de wetsvoorstellen die wij hebben ingediend? Of is het compromis in de schoot van de Nationale Arbeidsraad, datgene waar u mee aan de slag gaat? Of erger nog, legt u het advies naast u neer en bent u niet bereid om op korte termijn aan die precaire situatie van heel wat interim medewerkers fundamenteel iets te veranderen? 3. Besprekingen als deze zijn de gelegenheid om wat promoties te maken voor eigen wetsvoorstellen en initiatieven. Collega Gilles Quinet en ikzelf hebben vorige week, denk ik, een relatief systemisch en goed wetsvoorstel ingediend. En denk het wel. En denk, meneer Combe, ik ken uw profiel een beetje en ik vind ook uw strijd in zaken sociale en fiscale fraude sterk. En ik feliciteer u daarvoor. Dus ik denk dat u dat ook een heel goed wetsvoorstel gaat vinden wat wij voorstellen, omdat het past in een politiek van billijkheid en eerlijkheid. Collega Gilles Quinet en ikzelf hebben vorige week een wetsvoorstel neergelegd, collega's, om bedrijven die winst maken en bedrijven die jaar na jaar aan de belastingbetaler vragen om de een of andere vorm steun of subsidie te krijgen, als die bedrijven beslissen om onze medewerkers op straat te gooien, wel dan mogen zij terug opnieuw via het minister van Werk passeren om te zeggen, die publieke steun van de afgelopen 5 jaar, die geven wij terug. En dat lijkt een zeer verregaand wetsvoorstel, maar het is een wel overwogen wetsvoorstel waar ook een aantal modaliteiten zijn in opgenomen. Bedrijven waarin de ondernemingsraad zegt van dit ontslag, deze sluiting is gerechtvaardigd, passeren voorbij die maatregel. Bedrijven die voldoende geïnvesteerd hebben in opleiding
hoeven de steun niet terug te betalen. Dus er zitten een aantal randvoorwaarden in die het, denk ik, een te overwegen voorstel vinden. Keer op keer zijn wij als politici, als politieke verantwoordelijken, verontwaardigd bij een grote collectieve sluiting. Kijk naar ArcelorMittal, waar men massaal geprofiteerd heeft van de voordelen in zaken nationale interestaftrek. Wij, mevrouw De Koning, geven u in ons wetsvoorstel een instrument om niet alleen verontwaardigd te zijn, maar om daar ook actie te ondernemen. Dus ik ben benieuwd naar uw houding tegenover dat mechanisme, dat voorstel. En vier, eigenlijk de meest fundamentele kritiek, ik heb dat ook gezegd in de commissie, u bent heel erg concreet als het gaat over het hervormen van de wachtuitkering, over het degressiever maken van de werkloosheidsuitkering, zelfs tot onder de armoedegrens. U bent daar heel erg concreet, die maatregelen zijn genomen, hè? Samen met de grote hervorming van meneer Van Quickenborne, waar hij bijzonder trots op is. Maar u bent veel minder concreet als het gaat over hoe gaat u jobs creëren. Hè? Daar moeten we wachten op de strategische nota die u hebt aangekondigd. En ik denk van een minister van Werk, ik weet dat u alleen geen jobs kan creëren. Dat het zelfs voor de politiek heel moeilijk is om jobs te creëren. Dat daar ook andere spelers hun rol moeten spelen. Maar ik denk dat deze regering toch kansen mist om instrumenten in de markt te zetten die gericht zijn op jobcreatie. Onze fractie is al jaren vragende partij om bijvoorbeeld die nationale interestaftrek om wat te linken aan jobcreatie en jobbehoud. Ik heb gisteren in de diverse thema's, leefmilieu, energie, algemene bespreking, een pleidooi gehouden, bijvoorbeeld voor een tweede zone windmolens op de Noordzee. De eerste domeinconcessie, de eerste zone op de Noordzee heeft gezorgd voor 1 miljoen manuren. Ik weet, u bent niet bevoegd voor energie, mevrouw de minister, maar ik verwacht wel van de minister van Werk een werktoets op het algemeen beleid, hè, en een animator die zegt, kom aan jongens, het is belangrijk om ook perspectief te creëren. Om jongeren, ouderen en anderen in onze samenleving echt een job te bezorgen en niet alleen te beslissen hoe we hun uitkering gaan afnemen. En laatste, ik ben bijna klaar. Het is tof dat u het signaleert, meneer de voorzitter. Een ander voorbeeld, en het is een voorbeeld dat ook al vaak de revue gepasseerd is, maar we vandaag de resultaten ook van zien in de krantenkolommen, de schrapping van de energiebesparende maatregelen. Mevrouw de minister, als u als minister van Werk een werktoets zou toepassen op die maatregelen, dan stelt u samen met mij vast dat die er niet zou mogen komen zijn. We lezen vandaag in de krant dat de PV-sector, de sector van de zonnepanelen, zegt die sector is stilgevallen. Mensen verliezen daar hun job. Vorige week communicatie van de Vlaamse Confederatie Bouw, die zegt van het wordt nulgroei in de bouwsector. Een belangrijke sector voor onze economie. Waarom? Onzekerheid en de schrapping van de energiebesparende maatregelen. Zelfs de heer De Grave vandaag in zijn communicatie rond de 600 ontslagen bij Bekaert verwijst naar de onzekerheid over die steunmaatregelen. De redactie.be en alle kranten, mevrouw De Koning. De markt van de zonnepanelen valt terug, onder meer omwille van de onzekerheid en de schrapping van de subsidies. Niet alleen in België. Akkoord. Hij verwijst ook naar Duitsland en Slowakije. Maar de besparingen die deze regering doet, zorgt wel voor economische slachtoffers. En dat past niet. U maakt die moeilijke economische context nog veel moeilijker. En ik heb gisteren mogen vaststellen, een klein minuutje, meneer de voorzitter, en ik rond echt af. Ik heb gisteren mogen vaststellen dat het ambitieniveau van deze regering niet heel erg hoog ligt. Er zijn collega's geweest die zeggen, wij richten geen sociaal bloedbad aan. Proficiat? Proficiat? Is dat de drijfveer van ons allemaal om aan politiek te doen, geen sociaal bloedbad aanrichten? Ik heb meneer Van Akker gisteren horen zeggen van, de beste investering die wij doen in zaken jobcreatie en economische ontwikkeling is de spread binnen perken houden, is de rentelasten beperken. Sorry, maar mijn generatie verwacht meer perspectief, vindt een begroting op orde belangrijk, maar verwacht concretere perspectieven dan een spread die binnen de perken gehouden wordt. En mevrouw De Koning, onze fractie heeft daar voorstellen en zal een bondgenoot zijn als deze regering meer doet dan budgetair orde op zaken stellen en ook echt perspectief geeft aan onze burgers. Merci, monsieur Calvo. Madame Genot, vous êtes la dernière. Comment ? Oui, ça a été écrit quelque part un jour. J'ai...